Ja, Stef Nijland, waar heb je gisteravond gekeken? Ja, gewoon thuis. Ik was wel van plan om naar het stadion te gaan. Alleen, we waren al 2 dagen van huis geweest. We spelen vrijdag weer tegen PSV. Dus ik heb ervoor gekozen om lekker thuis op de bank te kijken. Ja, heb je staan juichen? Ja, ik heb wel staan juichen. Ja. Ik moet zeggen, ik had ook een beetje spanning voor die wedstrijd. We hadden het dinsdag al gehad en vanaf dat moment heel euforisch. En gaat de blik toch ook gelijk naar Groningen Excelsior. Heel benieuwd wie dan de tegenstander wordt. En ja, hartstikke mooi dat Groningen het geworden is. Ja, heb je het een beetje gevolgd gisteren? De stoet naar het stadion en ja, alle feesten prikkelen eromheen. Ja, nou ja, tegenwoordig met Facebook en Twitter ontkom je er eigenlijk niet meer aan. En ik heb veel vrienden en familie in Groningen wonen, dus dat heb ik allemaal wel meegekregen. En ja, er was ook een geweldige sfeer volgens mij in het stadion. En zeker de tweede helft, dat ze ook nog beter gingen voetballen. Dus ja, goed, dat denk ik een verdiende en terechte finalist. Maar goed, dat zijn wij ook. Ja, je zegt je had spanning. Is dat dan echt omdat je vader ook bij FC Groningen zit? Of ook gewoon die warme gevoelens die je hebt voor de club? Ja, nee, beide. Ik heb natuurlijk heel lang gezeten en hele jeugdopleiding doorlopen. Ik kom er gewoon vandaan. Ik kom nog vaak in de stad en ik ken heel veel mensen daar. Dus dat gun ik ze van harte. En ik weet ook dat, dat er eigenlijk al jaren dat ze er een keer op hopen. Iets tastbaars. Natuurlijk, ze hebben de play-offs gewoon Europees voetbal gehad. Alleen de beker is echt, is echt een prijs. En wij hebben vorig jaar laten zien hoe mooi dat is. Met zowel de beker als de Kruisschaal. En we zijn toch niet van plan om het feestje te verstoren. Ja. Ja, want nu moet je het feest van je vader gaan verstoren. Gisteravond kon je het meevieren en nu mag je het gaan verstoren. Dan heb je het droomscenario van Jans al gehoord, wat hij had gezegd? Nee. Jans had gezegd, het droomscenario zou zijn dat wij in de laatste minuut een strafschop krijgen en dat Stef Nijland de bal binnenschiet en dat hij daarna zijn vader moet troosten. Ja, nee, dat zou een heel mooi scenario zijn. Maar goed, we kunnen er wel op vooruit lopen. Maar uiteindelijk moeten we 3 mei allebei laten zien. En ik heb er alle vertrouwen in. De ploeg staat er goed voor. Dus laat de wedstrijd maar snel komen. Is het een van de meest bijzondere wedstrijden die je gaat spelen? Ja, de meest bijzondere wel. Natuurlijk heb ik ook de Europese wedstrijden gespeeld. Vorig jaar de bekerfinale was je dan bij. En de Kruisschaal. Als je om de prijzen speelt, is het altijd speciaal. Maar ja, zo'n scenario tegen Groningen, dat is iets unieks. En ik denk niet dat ik dat niet snel weer mee ga maken.